We hebben een huis dat al 8 jaar te koop staat. We hebben een koper gevonden. Alleen blijft er nu een grote restschuld over, 230.000 euro. De bank accepteert dat niet en verbiedt het eigenlijk dat wij het huis verkopen. Wat wij vinden eigenlijk is dat de bank zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in deze. De crisis rondom de huizenmarkt is geboren door het toedoen van banken. Daar hebben wij geen schuld aan. Dus vinden wij dat de bank hun eigen verantwoordelijkheid daarover moet nemen. Mensen die ageren tegen hun schuld, die krijgen heel vaak een oplossing. Het probleem is, de banken maken het wel heel juridisch, dus ze maken de drempel heel hoog en daarmee houden ze heel veel mensen in de tang. Maar de kans, als je je verzet, dat het opgelost wordt en dat je maar 10 of 1% van je restschuld betaalt, is heel groot. Wij gaan de sleutels inleveren. Wij denken dat de bank in deze, zij willen niet aan tafel om dit bespreekbaar te maken. Daaruit geven ze eigenlijk blijk dat zij liever eigenaar willen zijn. En dus gaan we daar onze sleutels inleveren. Ze konden verkopen en ze hadden een koper en de bank zegt, u moet eerst zeggen hoe u de restschuld gaat betalen. En ze zeggen, nou daar gaan we over met u discussiëren. En dan zeggen ze, nou dan mag u niet verkopen. Nou, dan bent u blijkbaar eigenaar, juridisch. Als u blijkbaar erover gaat of het pand verkocht wordt of niet, dan mag u daar nu over beslissen, want u heeft de sleutels. U tekent helemaal niets. Dat is het advies wat ik mijn cliënten ook altijd geef met een bank, niks tekenen. Echt liggen. Laat ze gewoon op de toonbank liggen.